en leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe vlog. Het is maandagochtend 8:30 en we zijn beneden, maar we hebben net ontbeten. Wie is nog aan het ontbijten? Sander is nog iets lekkers aan het maken. En Olivia is in de box. Ja. Yeah. En we gaan nu Bibi naar school brengen met een surprise. Vandaag 5 december. Olivia gaat even mee. Want Bibi, die mag iemand begeleiden vandaag met Sinterklaas op school. Ja. Is dat dan iemand van 4 of 5? 4, 5, ja, zoiets. Van, uit groep 1 of 2? Ik denk 1, ja, 2. 1 van die 2? Ja. Maar niet groep 3? Nee. Ouder dan dat? Ja. Nee, jonger. Wel jonger, ja. En Olivia cheert vandaag wakker om 6:15. En ik om 6:15, dus best wel vroeg. Ja, maar vandaag is gewoon een kantoordag, dus dat is oké. Sander gaat de studio in, ik ga naar kantoor. Ik ga de studio in. Jij gaat de studio in, toch? Nee, ik ga met iemand over video praten. Ah, nou, Sander heeft ook afspraken. En ik heb ook afspraken in kantoor. That's it. En zo om 10:00 hebben we eerst meeting met iedereen die met ons werkt. Dan gaan we eventjes de week doorspreken. En dan gaan we allemaal onze eigen gang. Dus ja. Zie je zo? En het is 5 december, dus dat betekent ook een nieuwe dag op de adventkalender. Dus, Bibi, wacht, ik film mijn wipe erop. Oeh, dit is een lip liner voor rode lippen. Ja, wacht. En deze. Oeh, een kerstboomchocolaatje. Wil jij die hebben? Ja. Melkchocola. Hihi. Wij zijn klaar om te gaan. En Olivia heeft een nieuwe muts op. En Olivia zit in de draagzak. Gezellig. Ik ben weer thuis en het was echt zo leuk op Bibi's school. Het was echt één groot spektakel en Olivia was ook meegegaan. En ze hadden een heel ding, hadden ze daar gestaged. Dat een lokaal in de brand stond. Toen kwam er allemaal rook uit het lokaal. En daarna kwam er zo'n brandweerwagen aangereden. En daar zat Sinterklaas en de pieven zaten erin. Dus al die kinderen werden helemaal gek. Het was echt super leuk. En nu ben ik thuis. Ik ben nog even aan het werk. Ik ga nu mijn spullen pakken en naar die office. Maar het is zo koud vandaag. Waarschijnlijk moet ik even iets warmers aandoen. En dan komt Esmee ook eventjes werken op kantoor. Dus I got to go. Koud! Het is zo koud! Ik loop naar kantoor. Oeh, en het licht is wel heel mooi. Het is wel lekker koud. Ik kan alleen echt niet tegen kou zoals jullie zien. Maar goed. Aangekomen op kantoor. Ik vind dat zo fijn om hier te werken. Zo'n lekker plekje om te zitten. Dus ik ga hier even een paar uurtjes doorbrengen. Het is weer een paar uur later en ik zit op kantoor. Esmee is er gezellig. Esmee heeft het coolste haar ooit. Vinden jullie niet? En we zijn allemaal leuke dingen aan het bespreken. En hard aan het werk. En zo'n jakballen aan het eten. Dus dat zijn we aan het doen. Voor de rest heb ik niet zoveel te vertellen. Ik ben eventjes online aan het shoppen. Dat doe ik meestal bij ASOS, zoals jullie dat weten. Ik ga van die fishnet panties kopen. En ik zag net dit, dat is ook wel leuk. Lampjes, discoballetjes. En even kijken. Deze jas heb ik al. Die link ik hieronder eventjes. Dat is die luipaardjas waar jullie altijd vragen over stellen. Ik ga sowieso deze muts kopen. Die vind ik echt te leuk. Hij is licht roze en hij is zo super dik. Hij is ook afgeprijsd nu. Ja, hebben jullie nog leuke tips voor webshops? Dus dan bedoel ik niet Zara of H&M of zo, maar meer kleine webshopjes. Ook niet Lovies of Modemusters, maar gewoon echt die ik waarschijnlijk niet ken. Zo ja, let me know hoe leuk is deze boxershort. Wilde ik voor de grap kopen voor Sander. Ik denk alleen dat hij dat niet heel leuk vindt. Ik ga dus nu naar huis vanaf kantoor. Ik moet eventjes de schattigste foto ooit laten zien die Sander net heeft geüpload. Check deze foto. Dit is zo schattig. Hij kent. Baby Olivia. Ik ben thuis inmiddels. Ik heb gegeten en ik lig al zeker een uur laveloos op de bank. Sander is al boven. En Olivia die is 6:45 of zo naar bed gegaan. Zoiets. En het is nu 9:00. Want die was super moe. En die ging lekker een slaapje doen. En ik ben te moe om iets nog te doen eigenlijk. Ik denk dat ik zo in bad ga. En dan moet vanavond mijn haar wassen. Want mijn haar heb ik denk 7 of 8 dagen niet gewassen. Dat doe ik bijna nooit. Maar nu moet het wel echt weer. Dan ga ik lekker slapen. En dan morgen is het weer een nieuwe dag. Ik lig inmiddels weer in bed. Ik wacht bijna in slaap. Dus ik dacht ik wil nog even de vlog afsluiten voor vandaag. Want ik begin morgenochtend gewoon weer nieuw. Misschien was het een beetje saai vandaag. Ik heb niet heel veel gedaan. Sorry daarvoor. Maar ik hoop wel dat jullie het leuk vonden om de vlog te zien. Zie ik jullie morgen weer.